Ja, wij willen weer even iemand bedanken. Daar worden we altijd zo blij van. We hebben weer een nieuwe abonnee via Petje Af. Yay! Lieke is dat. En daar zijn we natuurlijk weer heel erg blij mee. Dankjewel, Lieke, voor je bijdrage. Ja, absoluut. En nou ja, Lieke die heeft ons dus in ieder geval kunnen vinden. Maar ik kreeg ook een klacht. Namelijk dat de exclusieve afleveringen een beetje moeilijk te vinden zijn. Of zelfs helemaal niet zichtbaar zijn. Dus misschien kun jij nog eens een keer uitleggen. Als iemand dus ook een exclusieve aflevering over de proloog of al die bijzondere afleveringen, hoe ze daar dan bij terechtkomen. Ja, dat is goed. Nou ja, wat je sowieso moet doen is abonnee worden. Nee, dat moet natuurlijk niet, maar als je die exclusieve afleveringen wil luisteren, is dat, moet dat wel. Dat kan via petjeaf.com/schrijfpraat. En daar kan je al voor 3 euro per maand abonnee worden. En als je dat meteen voor 1 jaar doet, krijg je ook nog een beetje korting. Yes. En dan krijg je automatisch toegang tot die exclusieve afleveringen. Op Spotify is het zo dat ze dan ook in je feed staan. Of in onze feed eigenlijk, tussen de reguliere afleveringen. Voor mensen die geen abonnee zijn, staat er dan een slotje op. Dus die kunnen dat dan niet luisteren. Maar jij, als je abonnee bent, kan je dat wel luisteren. Wat ik ook hoorde inderdaad, is dat bijvoorbeeld via Apple Podcasts zie je dat niet. Dus dan kan je het gewoon luisteren via de pagina van Petje Af. Oké, nou duidelijk. Hopelijk kunnen meer mensen het dan nu vinden. Hoi, welkom bij Schrijfpraat, de podcast. Wij zijn Emmy en Kim en in deze podcast praten wij over schrijven en over alles wat daarbij komt kijken. We spreken boeiende gasten, behandelen interessante onderwerpen en we drinken thee en koffie. En we lachen, dat ook. Vooral om onszelf en onze eigen valkuilen. Want boven alles is schrijven gewoon leuk. Even een kleine disclaimer. Omdat wij de podcast op afstand, dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hé, het gaat om de inhoud, toch? Hallo, welkom weer bij Schrijfpraat. Goedemorgen, Emmy. Goedemorgen, middag, avond. Yes. Zeggen we dat niet altijd? Nee, Nee, we zeggen heel vaak niet goedemorgen, maar oh nu ja, wel. oké. Ja, want ik wou juist niet beginnen met zo'n intro waar het dan niet duidelijk is waar ik het over heb. Wat ik altijd doe. Wat best meevalt, wat jij denkt dat je altijd doet. Nou ja, ik probeer een soort spanning op te bouwen dan. Ja. Maar ja, ze kunnen natuurlijk gewoon een de titel van de aflevering al zien wat het is. En vandaag helemaal, want vandaag is de titel ook titel Ja, waarschijnlijk. Ja. zoiets zal het worden. Ja, want we willen het heel graag hebben over ja, de titel van je boek. En Ja. dat is, zoals je misschien wel weet, toch wel het eerste wat mensen zien. Waarschijnlijk is het plaatje van je cover, denk ik. Ja. Maar het eerstvolgende wat een lezer of een potentiële lezer dan doet, is de titel lezen. Ja. En dus het is wel heel erg belangrijk dat je die heel wijs kiest. Nou. En ja, Nou, ik ben je ben wel klaar? heel benieuwd hoe jij op jouw titel bent gekomen, want Van mijn boek dat ja, nu bijna als af het is. stormt. Als het stormt. Ja, dat was niet de eerste titel. Ik heb sowieso eigenlijk altijd wel een werktitel. Het liefst één woord. En wat voor mezelf gewoon duidelijk is. En als ik het dan tegen mijn familie of tegen, nou ja, dus een uitgever waar ik het misschien naartoe wil sturen of wat dan ook. Dan noem ik het gewoon één woord het liefst. Dan weet iedereen waar ik het over heb. Ja. En dat was in dit geval Frederike. En dat is gewoon de naam van de hoofdpersoon, of een van de hoofdpersonen. Dus het heet eerst Frederike. Nou ja, en dan moet je het een beetje gaan verkopen. Of wil je je synopsis opsturen naar een agent of wat dan ook. En toen heeft het een tijdje De Zeven Geheimen van Frederike S. geheten. Oh. Ja, en Zeven geheimen. De Zeven Geheimen van Frederike S. En nou ja, wat jij precies doet, is ook wat ik hoopte bij die titel. Omdat het zijn ja, zeven geheimen. De meeste mensen hebben misschien één geheim, maar ze heeft blijkbaar zeven geheimen. En dat maakt me natuurlijk meteen heel nieuwsgierig. Ja. Maar ik vond het woord geheimen en de hele titel eigenlijk een beetje een kinderboekachtig. Of een beetje, misschien feel good, waar niks mis mee is. Maar dat was helemaal niet, dat dekte de lading helemaal Nee. niet. Dus
toen heb ik op een gegeven moment een hele lijst met opties opgeschreven. Hele lange titels, hele korte, dubbelzinnige titels. En toen bleef ik eigenlijk gewoon steeds hangen op Als het stormt. Hmm. En want het is op een eiland en het stormt heel erg. Het is een beetje een dubbele betekenis, denk ik. Want het stormt dus heel erg veel, maar het is ook een beetje, ja, als er iets heftigs gebeurt. Ja. Dus een beetje de figuurlijke vorm daarvan. Maar het verhaal speelt zich toch ook de hele tijd af terwijl het stormt? Dus nou, het stormt heel veel. Ja. niet de hele tijd. Soms gaat de storm ook liggen. Ah, en, ja. En er zijn ook terugblikken in waarin het gewoon zomer is en het helemaal niet stormt. Dus het is, als het altijd had gestormd, dan zou het misschien beter de storm kunnen heten. Ja. Dus zo ben ik erop gekomen. En het voelde een beetje zo, ja, ik weet niet of het vergelijkbaar is met hoe je de naam voor je kind bedenkt. Maar dat je, sommige mensen weten het meteen, zo'n naam. En soms blijf je een beetje zo van, ja, ik weet het niet zeker. Maar ik kom wel steeds weer terug op deze titel. En dat had ik een beetje met Als het stormt. En hij was er niet meteen. Ik was niet meteen 100% overtuigd. Maar hij is wel elke keer, bleef die hangen en kwam die terug. Dus dat is het gewoon geworden. Ja, dat is een goeie. Want dat is ook wat je wil bereiken ermee, toch? Dat het bij mensen blijft hangen. Dus als dat het bij jou doet, dan is dat misschien ook wel bij andere mensen zo. Ja, en ook dat het niet vooral verwarring oproept. Maar dat het over alle eisen waar een titel volgens mij aan moet voldoen, daar komen we straks op. Want ik wilde heel graag. Jij, weet ik eigenlijk de titel van jouw boek? Van Janne? Want we hebben het altijd over Janne. Ja, nee, dat is, ik heb een beetje precies hetzelfde als wat jij met Frederike hebt. Als ik vertel over mijn boek, dan gaat het over Janne. Ja. En als het over het tweede boek gaat, gaat het over Sophia. Precies. En zelfs als ik nu heel af en toe al over het derde boek praat, dan gaat het over Johanna. Ik wil ook wel de naam van het hoofdpersonage in de titel, omdat het een trilogie is en steeds een andere vrouw de hoofdrol speelt. Ja. Maar die overkoepelende titel voor de trilogie, die vond ik heel, en vind ik nog steeds eigenlijk heel lastig. Het was eerst nog een soort, eerst was het Vergeten Vrouwen. Want toen had ik nog een andere verhaallijn erin die in het nu speelde. En dat was dan de achterkleindochter van Janne, die van alles over haar ontdekte. Maar die hele verhaallijn is verdwenen. Okay. Dus toen klopte Vergeten Vrouwen niet meer. Toen heb ik ook heel veel gezocht. En wat lastig is dat er natuurlijk heel veel titels ook al gebruikt zijn. Ja. En dat wil je eigenlijk niet. Dus eigenlijk ben ik er nog steeds. Ik gebruik nu Dochters van de Tijd, omdat het allemaal vrouwen zijn die in een specifieke tijd in de geschiedenis hun leven leiden. En daar ook, ja, hoe zeg je dat? Door de specifieke situaties in hun tijd tegen dingen aanlopen. Ja. Alleen die titel bestaat al. Ja. Dus eigenlijk wil ik nog iets anders, maar daar ben ik nog niet helemaal over. Ik heb meteen de neiging om mee te gaan denken. Doe maar vooral. Ja. Als luisteraars nog tips hebben, hoor ik het ook graag. Maar ik zoek dus eigenlijk nog een overkoepelende titel voor de trilogie die voor alle drie de boeken past en die nog niet bestaat. Ja. Nou ja. Ja. Ik ga straks mijn ingeving na de opname zeggen, want dan kun je het nog even voor jezelf houden. Ja, en dan, heel goed. Ja. Ja, dan wordt het dus zo. Nu is het dus Dochters van de Tijd, Janne. Ja. Maar toen ik gisteren aan het voorbereiden was voor deze aflevering, toen dacht ik ook nog, want bij Janne gaat het heel erg over dat ze in armoede geboren wordt en op wil klimmen op de maatschappelijke ladder. En toen dacht ik nog, ja, misschien kan het ook heten Janne. Want toen ik las allemaal, nou ja, dat komen we straks nog op. Maar toen dacht ik ineens, oh, voor een dubbeltje geboren of zo. Weet je wel, zo'n een beetje zo'n zin die niet afgemaakt wordt. En dan alleen voor dit deel of voor de trilogie bedoel je? Ja, dat is dan weer lastig. Dus dan zou het nu Dochters van de Tijd, Janne, voor een dubbeltje geboren. Maar dat is weer niks. Dus daar ben ik ook weer niet over uit, hoe dat dan moet. Dus zo blijf ik daar eigenlijk nog steeds een beetje mee stoeien. Maar ik vond het wel leuk om deze aflevering voor te bereiden. Want ik dacht wel, oh ja, ik kan ook gewoon nog eens dit proberen of dat proberen. Of, ja.
Want, zou je, want wat je ook steeds vaker ziet is een soort ondertitel, bijna een soort slogan wat het een beetje uitlegt. Maar jij wil voor jouw trilogie wel het liefst een soort overkoepelende naam. En zet je dan daaronder deel 1, deel 2, deel 3? Of sta je ook wel open voor zo'n soort slogan die dus bijvoorbeeld over Janne gaat? Ik dacht dus inderdaad voor een dubbeltje geboren als soort van ondertitel voor Janne. Alleen als je dan en een overkoepelende titel voor de trilogie hebt. En ik wil Janne erin om duidelijk te maken dat dit het deel is over Janne. En nog zo'n ondertitel. Ja. Dan wordt het weer een beetje veel. Nee, dan zou ik inderdaad eerder... Stel, Dochters van de Tijd zou nog niet bestaan. En dat zou het worden. Dan zou ik eerder daaronder deel 1 Janne of zo. Dat gewoon iets specifieks maakt, wat niet per se misschien prikkelend of nieuwsgierig maakt. Is, maar vooral duidend. Ja, precies. Zodat ze wel het onderscheid zien en ook zien van, oh ja, deze komt ervoor. En waarschijnlijk zijn ze, ik weet niet of ze los van elkaar te lezen zijn. In principe wel, denk ik. Maar het beste is wel om ze alle drie te lezen in volgorde. Ja, dus dan zou je best deel 1 Janne, deel 2 Sophia kunnen doen als ondertitel. Ja, oké. Okay. Ja, en dat is dus precies, dan komen we ook bij mijn eerste punt uit. Dat het eigenlijk een perfecte titel is een middenweg tussen nieuwsgierigmakend en, hoe zeg ik dat? Nou, eigenlijk is het een middenweg nieuwsgierigmakend. Dus het is een middenweg tussen te concreet en verwarrend. Ja. Dus als je gewoon... boek 1, dat zou de titel zijn, dat is te concreet. En of eigenlijk, concreet is het ook weer niet, want het zegt totaal niet waar het over gaat. Maar het is heel erg een soort van praktisch bijna, van dit is een boek en dit kun je echt lezen. Ik denk misschien bij concreets wat je vaak ziet bij kinderboeken. Dat is vaak de titel precies wat je kunt verwachten. Ja, terwijl, ja, heb je daar een voorbeeld van? Want ik vind kinderboeken ook vaak juist heel leuke nieuwsgierigmakende titels. Dat is de jas ook zo. Van meneer de Vries, om even jouw naam te nemen. Dan denk ik, wat is er dan met die jas? Weet je, dan wil ik meteen weten. Ja, dat is ook wel zo. Ja, ik zit ook even te denken. De Schippers van de Kameleon bijvoorbeeld. Weet je precies van, dat gaat weer over die twee jongens. Maar dat is ook omdat dat natuurlijk een heel bekende serie is, maar... Ja, maar dat is inderdaad wel, daar is denk ik wel over nagedacht. Dat het een soort van, oké, schippers. Dus iedereen begrijpt dat het dan iets met de zee te maken heeft. En een plaats, of in ieder geval een duiding, een naam. Waardoor mensen weten waar ze aan toe zijn als ze dat oppakken. Ja. En dan heb je ook heel verwarrende titels. Die gewoon totaal geen hint geven over waar het over gaat. En helemaal niks zeggen en niks wakker maken bij de lezer. Ik had natuurlijk even voorbeelden moeten opschrijven. En dat wil je. Je wil ook niet je lezer vooral een soort van met een vraagteken op zijn voorhoofd laten zitten aan de hand van je titel. Dus ergens een beetje in het midden zou ideaal zijn. Maar goed, er zijn andere manieren waarop je je titel kunt kiezen. Ik weet niet of jij, je had ook je research gedaan. Zeker. Nou ja, ik denk altijd wel dat het iets over je boek moet zeggen. Dus het hoeft niet alles meteen te verklaren, maar het moet wel over je boek gaan. Een tip daarbij is denk ik dat je ook heel goed je titel uit je boek kan halen. Dus dat je een zinnetje uit je boek... ineens, dat je daar ineens op blijft hangen, wat jij net al zei met jouw titel. Dat je dat zo kort mogelijk maakt om dat als titel te gebruiken, bijvoorbeeld. Wat ik ook las en wat ik ook wel leuk vond, is dat je, hoe heet het ook alweer met een moeilijk woord, oxymorons gebruikt. Dus eigenlijk tegenstrijdigheden in één woord, bijvoorbeeld het pauperparadijs. Dat allitereert ook nog eens lekker. Dus dat is echt eigenlijk een perfecte titel. Ja, zeker. Ja. Want en het omschrijft waar het over gaat. En het maakt nieuwsgierig, want hoezo een paradijs. En het allitereert en het is een oxymoron. Dus dat is denk ik een perfecte. Maar ja, goed, bedenk maar eens zoiets. Ja. Dat zijn wel dingen die helpen om je titel... te laten hangen bij... Nee, dat kan je zo niet zeggen, te laten hangen bij mensen. Maar dat die blijft hangen bij mensen. Ja, dat ze hem niet snel vergeten. ja.
Nee, klopt, ja. En ik denk dat het, wat vooral heel erg lastig is, ook als schrijver, is dat je daar, nou ja, met het schrijven van je boek, de meeste mensen doen dat niet in 2 weken, dat je er als het goed is jaren mee bezig bent met herschrijven en dat je zelf dus helemaal in die wereld leeft en dat het dan heel verleidelijk is om te denken dat gewoon een naam uit van de hoofdpersoon bijvoorbeeld, de naam, of het naam van... het land waar het plaatsvindt of de plaats waar het plaatsvindt, om dat dan als titel te gebruiken. Ja. Want dat is voor jou het allerbelangrijkste op dat moment. Maar stel jij en zelf... heel logisch. En jij snapt en meteen logisch. Wat dat betekent. Ja, je hebt, dan voel je eigenlijk totaal niet meer aan dat dat niet voor iedereen iets bekends is. Dus nee. Stel jij zou jouw boek gewoon alleen Janne noemen. Dan zou, ja, voor jou is dat logisch, want het gaat over Janne. Maar ja. Niemand, jouw lezer, of jou, degene waarvan je wilt dat die je boek leest, die kent Janne nog niet. Dus die heeft geen precies. enkel gevoel bij die naam. Nee. En ik zeg daarmee niet dat namen verboden zijn. Bijvoorbeeld een plaatsnaam kan ook. Want als je boek Maastricht noemt, ja, dan is het niet duidelijk. Is het een roman? Is het een soort toeristenboekje waar de leukste winkels zijn? Weet je, het is niet duidelijk. Maar je kunt dat wel doen. Ja. Je kunt wel kiezen voor een naam als je dat zelf heel erg belangrijk vindt. Maar dan zou ik er iets specifieks bij zetten. Dus stel je hebt een fantasyboek. Er zijn heel vaak ook zelf verzonnen namen voor de personages en voor de plaatsen. En jouw boek heet Mazalonia, ik noem maar wat. Want zo heet het land waar het zich afspeelt. En dat heb je helemaal zelf gecreëerd. En dat ben je helemaal, daar leef jij zowat in. Dan alleen die naam spreekt niet helemaal tot de verbeelding. Als ze het boek nog niet kennen. Maar als je het bijvoorbeeld de grot van... Wat zei ik nou net? Mazalonia. Ja, de grot van Mazalonia. Of het laatste kind van Mazalonia. Zoiets. Interesting, ja. Ja, dat gaat meteen leven, hè. Dan denk je, wat is dat? Wat, het is dus een fantasy. Het is een kind? Wereld. Ja, dat is een wereld die hoezo ik niet kende. Hoezo is er maar één kind? Ja. Blijkbaar sterven de mensen daaruit. Of ja, je wilt meteen lezen. Tenminste, ik wel. Hmm. En dus als je kiest voor die naam van je personage of van de plaats of wat dan ook. Doe er iets concreets bij. Ja. Waardoor wij als lezer meteen een idee hebben waar het over zou kunnen gaan. Ja, ja. Zorg denk ik wel daarbij dat hij niet te lang wordt. Want... behalve als je de 100-jarige man die uit het raam komt, dan kan het weer wel. Maar je moet denk ik wel oppassen dat het niet te lang wordt. Dan blijft het ook niet hangen. En dan... Nou, dan wordt het iets humoristisch. Ik zit weer even aan jouw boek te denken. Stel jij zou doen de dag dat Janne besloot het allemaal anders te gaan doen. Dat dekt wel de lading en het spreekt tot de verbeelding. Maar het wordt een beetje... Ja, komisch. En dat is denk ik niet wat je wil met jouw boek. Nee. Maar zoiets zou kunnen. Je zou dus wel de naam Janne en dan iets erbij. Dat zou wel kunnen. Ja. Nou ja, en wat je... Ik las ook nog ergens, en dat vond ik wel heel grappig. Had ik zelf ook nog niet zo over nagedacht. Maar zorg dat het een titel is waarmee iemand naar de kassa durft te lopen. En het aan de cashier durft te geven. Of dat je het ook cadeau durft te geven aan iemand. Oh ja. Toen dacht ik, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Zouden er titels van boeken zijn waarvan ik dacht... Nou, ik wil het eigenlijk wel lezen, maar ik ga hier niet mee naar de kassa lopen. Hmm. Nou, misschien dat op die manier de 50 tinten grijs als titel gekozen is. Dat is een soort van erotisch bedoeld boek. En als het gewoon de erotiek van Klaas en Marie zou heten, dan zou het misschien een beetje gênant zijn. Ja, tegelijkertijd denk ik, mensen in de boekwinkel zullen wel iets gewend zijn en die verkopen dat boek. Dus die hebben daar echt geen mening over. En op een bepaald over. Moment weet ook iedereen waar 50 tinten grijs over gaat. Dus als je dan maakt het niet meer uit wat de titel is. Ja, nou, dat is waar. Toch? Ik heb ze niet gelezen trouwens, maar... Nee, ik heb er fragmenten van gelezen en ik de tenen krommend en niet op een goede manier. Oh. Ja, omdat het dus... ik bekijk het natuurlijk als redacteur en het is qua perspectief en andere schrijftechnieken zit het niet heel erg goed in elkaar. Okay. En daarnaast is het inhoudelijk ook nog eens... het is heel erg ingespeeld op wat ze denken dat waar veel mensen over fantaseren. Terwijl het eigenlijk een beetje een soort heel erg ongezonde machtsrelatie is. Dus het gaat niet zozeer om SM. Het gaat om dat zij eigenlijk gewoon
volledig gemanipuleerd wordt. Dat is in ieder geval wat ik in het kort... En dan denk ik, wat goed dat er over erotiek geschreven wordt en wat goed dat het aangeboden wordt, maar wat jammer dat het op deze een beetje misverstande manier gebracht wordt. Maar goed. Daar hadden we het verder ook niet over. Nee, terug naar de titels. Zijn de titels waarmee ik niet naar de kassen zou kunnen lopen? Nee, bij mij overheerst toch echt het idee van deze mensen zijn toch blij dat ik een boek van ze koop en dat ik lees en dat het, maar goed, ik kan me voorstellen dat je, dat er een titel is dat je denkt van dit geeft misschien aanstoot of zo. Dat zou kunnen natuurlijk. Ik denk dat dat ook weer... heel persoonsafhankelijk is. De een loopt met alles makkelijk naar de kassa en de andere vindt het snel spannend. Ja. Wat ik wel denk is, ik ga even over iets anders beginnen hoor. Ja, hoor. Wat belangrijk is, is dat je dus mag wisselen van je titel. En dat je niet als je eenmaal iets bedacht hebt, dat je daar ook bij moet blijven. En ik vond dat best wel lastig, want ik had allang op social media iets gezegd over vergeten vrouwen. Oh ja. En toen heb ik het aangepast. Volgens mij heb ik nog nooit echt iets gedeeld over Dochters van de Tijd trouwens. Dus dat is een primeur voor de podcast. Ja. Je mag gewoon wisselen. En het is echt niet zo dat mensen dan ineens denken, waar heeft ze het nou over? En dat komt vooral bij mij ook omdat ik het toch over Janne heb, ook altijd. Ja. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste informatie. En die naam gaat niet veranderen. Maar ik vroeg me ook af, want jij hebt ook wel eens gezegd in een podcast van bij grote uitgeverijen kunnen ze ook zo nog weer zeggen, ja, maar we gaan een andere titel doen en dit wordt het. Vinden die het dan juist beter als je nog geen titel hebt? Of willen ze wel een titel? Wat mijn ervaring is dat ze het liefst willen dat het zoveel mogelijk af is. Dus niet dat jij blank blank of xx zet waar de titel moet zijn. En dat zij dan daar, ook al bedenken ze die vaak wel zelf of zijn zij daar doorslaggevend in. Ze willen wel een idee hebben van hoe jij het voor je ziet. En niet allerlei x's, lege ruimtes hoeven te invullen. Want dan snappen ze ook niet direct waar het boek over gaat. Nee. Zou je er dan in je brief zetten bijvoorbeeld werktitel? Ja, dat is altijd een hele veilige. Ja, want dan laat je... Dat is, en slim ook. Want dan laat je zien... En ik heb erover nagedacht. Maar ik sta open voor... Sta open voor jullie inzichten, zeker. Dat is altijd wel goed om te doen. Nu kun je het misschien echt wel hard maken... Als een titel echt heel erg belangrijk voor je is... En je hebt daar goede argumenten voor... Dan zijn ze misschien wel over te halen. Maar durf er ook op te vertrouwen dat zij weten wat verkoopt. En natuurlijk. Dat jij misschien het een briljante titel vindt, maar dat zij gewoon de kennis en de ervaring hebben en weten dat zo'n soort titel niet werkt. Of dat het niet past wat ze verder lijkt doen. Me juist eigenlijk heel fijn om daar dus met iemand over te sparren, omdat je zelf een beetje in een bepaald kringetje blijft draaien vaak. En dan als iemand anders dus met iets heel anders komt. Dat lijkt me super interessant. Ik ben nu ook al... ik denk, kunnen we stoppen? Want dan kan jij even mailen wat jij voor mij hebt bedacht. Ja, nee, nog even geduld hebben. Ja, ik heb dus... toen ik op dat eiland woonde in Noorwegen... toen is het dus over ons leven zelf een non-fictieboek geschreven... met mijn partner destijds. En daar was het inderdaad... dat vond ik een andere titel veel mooier voor dat boek. Want het boek heet nu Het Huis aan het Einde... Wat wel heel mooi is, maar wat ik toen als meelezer en meemaker ook de lading niet vond dekken. Omdat het niet, het geeft mij niet het gevoel van een eiland, maar meer van een soort horrorboek. Volgens mij is er zelfs ook een horrorfilm, iets van The Last Cabin in the Woods of zo. Het deed mij aan een soort horrorhuisje denken. Maar goed, het is helemaal goed gekomen, want het plaatje op de voorkant laat ook... best wel zien waar het over gaat. Dus ik begrijp ook dat hun keuze daarin... achteraf gezien begrijp ik die keuze heel erg goed. Maar ik weet trouwens nog heel even terug naar die aanstootgevende titels. Ik heb dus ook een keer, heb ik het ook al vaak over gehad... een ghostwrite project gedaan met een jongen die heel erg dyslectisch is... maar ook autistisch, maar die verder briljant is in als tatoeëerder. Dus de beste van Nederland is realistische tatoeages. En zijn boek is nog steeds... pending, noem ik het maar even. Dus we zijn nog weer bezig. Maar de titel die hij heeft gekozen... en ik hoop zo van harte dat de uitgever... die hem uiteindelijk kiest... ook die titel houdt, is...
mijn succesvolle kutleven met Tourette. Want hij heeft dus Gilles met Tourette. En ja. Hij vloekt dus eigenlijk helemaal niet. Maar dat is juist een misverstand. Ja. Maar hij heeft dus K-U-T. En dan de U is dan zo'n sterretje dus. Mijn succesvolle kutleven met Tourette. Heeft hij expres om dat label eigenlijk meteen af te schieten. Maar heeft hij dus een soort meteen in het extreme vloek van te gemaakt. Trekken. Ja, en, dat, nice. En dan denk ik, als mensen dan erover vallen. En dan is het dus nog geschreven met K-sterretje T. Als mensen daarop een boek laten liggen, dan is dat denk ik ook niet helemaal je doelgroep. Maar goed. En dan is het niet je boek als lezer. Nee, precies. Nee, maar goed, uitgevers zijn traditioneel. Dus het zou kunnen dat ze dat moeilijk vinden en dat ze dat anders willen doen. Maar, ik vind hem wel geniaal inderdaad. Ja, ik vind het ook zo goed. Die heeft hij zelf bedacht. En heel zegt leuk. Ook heel veel over hoe leuk. Ja, ook hoe leuk en... hoe leuk hij erin staat en hoe leuk hij ermee omgaat. Ja, maar met zelfspot ook, blijkbaar. Precies, ja. Ja, ja. Ja. En, interessant. Ja. Ja. En nog een andere tip die ik wou meegeven, dat je titel origineel moet zijn. Ja, je had dus iets bedacht en toen ben je er dus achtergekomen dat die al bestond. Ja. Heb je toen al gegoogeld of kwam je die titel toevallig tegen? Nee, ik heb het gegoogeld. Ja. Nou ja, dat is echt een heel belangrijke tip, wat heel veel schrijvers helaas vergeten. Met name de self-pubbers. Als je een geniale kop hebt bedacht, dan is er best wel een kans dat inderdaad geniaal is. Omdat hij dan dus ook al iemand anders misschien ook al bedacht heeft. Dus ik zou, ga naar bol.com of zoek op tweedehands boekwinkeltjes. Je hebt zo'n site boekwinkeltjes.nl. Daar koop ik al meestal mijn boeken. Kijk gewoon wat er al is. Want Er schijnt zelfs een speciale website voor te zijn. Titelbank.nl. Oké, okay. Dat is het. Daar kwam ik tegen. Ik heb niet gecheckt titelbank. Op titelbank.nl, eerlijk gezegd. Maar je kan het tegenwoordig ook gewoon googlen natuurlijk. Dus dan, Je kunt het googlen, maar niet elk zelfhulpboek staat dan direct bovenaan. Nee. Dus ik zou net weten... boekwinkeltjes.nl en op Amazon misschien ook. Weet je, daar hoef je het dan niet te kopen, maar dan kun je in ieder geval zien of de titel al bestaat. Ja. En een titel die ik dus heel vaak zie bij zelfpubmanuscripten die ik opgestuurd krijg, die heb ik denk ik al 3 keer tegengekomen, is Verborgen Verleden. Ja. En dat is geldt ook, het is ook een heel ruime titel, want bijna elk boek gaat over een conflict en dat ligt vaak een oorsprong van in het verleden. Dus je zou bijna elk boek zo kunnen noemen ook. Stel je wil dat wel, weet je, stop er weer iets specifieks bij, zou ik dan zeggen. Het vorige verleden op de Lelystraat of zo. Dan wordt het al meteen weer interessant. Het is wel heel mooi, hè? Want de straat waar Janne opgroeit ligt hier tussen de Grote Rozenstraat en de Grote Lelystraat. Oh, echt? Ik dacht iets spontaans, maar kon jij niet weten dat dat zo was? Nee, klopt. Ja, nee, dat is een goeie inderdaad. Bovendien is er een televisieprogramma wat zo heet. Verborgen Verleden, vind ik heel leuk. Dan zoeken ze stambomen uit van bekende Nederlanders. Ja. Ik vind trouwens wel, maar dat is het geheel terzijde, dat ze daar soms heel ver... zoeken voordat ze iets interessants vinden. Dat ik echt denk, ja, maar waar is nu de link met deze persoon dan? Dat geeft niet. Ik vind dat leuk, want het is geschiedenis. Maar Verborgen Verleden, als titel zou mij meteen aanspreken, omdat ik denk, verleden, geschiedenis, hou ik van. Maar als je er 3 naast elkaar hebt liggen, dan... Ja, en het is heel algemeen. Is het van een persoon, van een land, van een cultuur? Het zou mij niet zo aanspreken. Ook al zijn de boeken die ik dus gelezen heb van die zelfhubbers juist wel heel mooi. Dus dan vind ik het ook zonde voor hun als het eigenlijk te ruim is. Ik heb zelf ook gegoogeld op Als het stormt. En er kwam 1 zeilboek naar voren. En dat heet Kun je vrijen als het stormt, heette dat. Ja, die heb ik ook gezien. Wat ik wel echt een heel leuke titel vind. Maar dat ging dus over hoe noem je dat? Het leven op een zeilboot, volgens mij. Ongemakken bij storm. Ja, precies. En er is een liedje van, als ik het me goed herinner, van Ramses Shaffy, dat Als het stormt heet. Nou ja, die 2 dingen kwam ik tegen en toen dacht ik...
volgens mij schaadt dat elkaar niet. Ik kan dat naast elkaar verstaan. Dus Ja, bovendien Ramses Shaffi, prima, toch? Ja, zeker. Ja. Ik heb het nog niet geluisterd, maar het zal niet heel snel geassocieerd worden met mijn boek, denk ik. Nee, nou, we kunnen het helaas vanwege de rechten niet onder de podcast plakken als het stormt van Ramses Shaffi. Maar dan moeten mensen het zelf maar even gaan luisteren als ze nu benieuwd zijn. Was het de Boudewijn? Ik ga nu meteen even... Oh! Ja, en iets uit de jaren 60 in het Nederlands. Nee, we hoeven hier niet op te wachten hoor, maar ik ga toch even nu... Ja, heb je verder nog dingen over titels? Ja, nou, Ramses Shaffi was het. Oh, gelukkig. Hoef ik niet te knippen. Nee. Nee, ik heb alles wat ik had voorbereid, hebben we wel besproken, denk ik. Ja, ik heb ook eens in zoveel tijd, volgens mij elk half jaar, doe ik zo'n post op Instagram met leg je titel aan me voor en dan reageer ik erop. Oh, ja. Dus dat vind ik altijd leuk. En het leukste eigenlijk vind ik dat altijd omdat als mensen dat onder de post doen, hoe spannend dat ook is, omdat anderen dan, en ik geef dan mijn reactie eronder over of het wel of niet zal werken volgens de uitgevers waar ik voor werk. Dan zien andere mensen dat ook. En die kunnen er ook van leren. Ja. Maar sommige mensen vinden dat spannend. Maar mag je titel je altijd dat dan aan me echt, voorleggen. Echt sec de titel, zeg maar. Dus dat jij alleen de titel, zonder dat je verder weet waar het over gaat. En dat je dan denkt, wat roept dit bij me op? En, ik zeg altijd, wil jij door een redacteur je titel laten beoordelen. En dan juist niet uitleggen waar het over gaat. Nee, precies. Ik heb ook wel eens gedaan van, wil je dat ik dan raad waar het over gaat? Of het liefst eigenlijk dat ze zonder uitleg en zonder waar ze over twijfelen de titel geven. En, want dat kan ook heel interessant zijn. Want jouw redacteur die dat boek gelezen heeft, die kan je titel misschien helemaal fantastisch vinden. Maar die kent de inhoud van je boek ook. Dus je mag het sowieso altijd aan me voorleggen. En als je het te spannend vindt onder een post die ik binnenkort wel weer eens een keertje zal doen, dan mag je het ook altijd in een berichtje naar me sturen. Nou, lief weer, ja. Dan sluiten we met deze lieve actie van Kim deze podcast maar weer af. We zijn alweer een half uur verder. Yes. Dus tot volgende week. Ja, tot volgende week. Superleuk dat je weer geluisterd hebt. Luister jij graag naar Schrijfpraat en wil je ons helpen de podcast te blijven maken? Dan kun je doneren via petjeaf.com/schrijfpraat. Je vindt de link ook in de show notes. Met een review of een beoordeling op iTunes of Spotify help je ons hoger in de lijsten te komen. En help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het fantastisch om te weten wie je luistert. Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die jij graag als gast in Schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Bijvoorbeeld via Instagram. @Kim_Linsen_auteur en @Emmy de Vries.